Waar zet nou weer voor? Voor leukemie. Nou, zo leuk is dat niet. Pardon? Maak een grapje. Nou, zo grappig is dat niet. Nee, dat zeg ik net. Maar luister eens even. Stond u hier 6 weken geleden niet ook al? Nou, niet hier misschien. Ergens anders in de stad. Want leukemie is niet landelijk. Dat is niet een landelijke actieweek als u dat bedoelt. Nou, dat bedoel ik ja. Dat houdt u niet. Heeft u een badge? Ik heb wel een pasje. Hm. Andersom. Ja. Nou ja, het zou de crisis wel zijn. Wat bedoelt u? Nou ja, kijk, vroeger gaf je gewoon 1 keer in het jaar. En daarmee was de kous af. En tegenwoordig blijven ze het hele jaar door om geld ermeren. Dan hopen ze dat je inmiddels zo dement bent dat je gewoon per ongeluk nog een keer betaalt. Nou ja, het is gewoon een andere of ze, manier. Ze sturen je een brief om je te bedanken voor de gulle gift die je hebt gedaan. En vragen ze en passant meteen weer meer. Omdat ze ergens anders in de wereld ook nog wel een bodemloze put hebben die gedempt moet worden. Nou, dat weet ik dan verder nou, niet. Nou, dat weet ik wel. Al die goede doelen zijn allemaal rupsjes nooit genoeg. Die willen allemaal 100 miljoen op de bank. Maar we hebben wel een keurmerk hoor, van het CBS. Heeft u mij uit laten praten? Ik laat jou ook uitpraten. UNICEF of het Wereld Natuurfonds of zoiets als Pink Ribbon. We hebben enorme cijfers. Ja, maar wij zijn niet Pink Ribbon, hè? Wij zijn voor leukemie. Zeg, luister eens even. Dat is ook zoiets. Want leukemie is toch ook gewoon een soort van kanker? Nou, gewoon. Het is een soort kanker in het bloed. Waarom gaat dat dan niet uit één en dezelfde pot? Nou heb ik je. Welke pot? Uit de grote gemeenschappelijke kankerpot. Ja. Mijn zwager bijvoorbeeld. Is afgelopen zomer die Alpe d'Huez op geweest. Op en neer, op en neer, op en neer. Voor de algemene kanker, voor de koepelkanker, zeg maar. En hij is nog niet terug. Of al die individuele kankersoorten gaan op eigen houtje met de pet rond. Ja, dat weet ik dan verder niet. Ik ga daar ook niet over. Nee, maar u staat hier wel. Kijk, en ik kan ook wel een stichting oprichten. Word ik gewoon directeur van de stichting Hupsenclubs tegen, noem eens wat, pas ontdekte navelkanker. En dan geef ik mezelf een leuk salaris. En een mooie auto onder me komt, begrijp je? Nee, ik geef toe, het is allemaal niet heel erg overzichtelijk. Niet heel overzichtelijk, is het eufemisme van het jaar, geloof ik. Nee, er is een enorme wildgroei gaande binnen het kankerlandschap. Dat is nou ja, we zijn in elk geval blij met elke gift en u bent natuurlijk tot niets verplicht. Nee, dat moest er nog bij komen. Maar het is wel goed als we ons met z'n allen sterk maken tegen deze vreselijke ziekte. En ik ben ook de broertje niet. Dus moeder strekt de poeplap wel weer, hoor. He? Kijk eens even. Dank u wel. Alsjeblieft. Ik denk dat we een enorme doorbraak gaan maken. Dankzij uw 55 cent.